Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ik denk mooi resultaat en 3 uitgoals, 0 tegen. Ja, goed. Ik denk wel dat de mensen die de wedstrijd gezien hebben, dat het wel in een bepaalde fase ging het wel heen en weer hoor. Maar in onze fase nu super belangrijk natuurlijk. En met name dat de 0 houden voor jou toch ook lekker? Ja. De 3,5 keer hè, met de halve bij ADO voor jou. Ja, klopt. Ja, nee, dat is top. Kijk, het geeft een heel fijn gevoel als die bal er gewoon niet invliegt. En ik moet zeggen, dat heb ik ook aan de jongens voor me te danken. Ik denk dat het centrum goed staat. Ik denk dat Jordi en Leroy allebei gewoon heel goed spelen de laatste weken. En dat helpt ook voor mij natuurlijk. En die 2 achterhoekers voor je toch? Ja, zeker. Nee, ja, uiteindelijk vormen we met z'n 3 op dit moment het centrum en de keeper. Wij kunnen wel aardig lezen en schrijven met elkaar. Maar dat zie je denk ik ook wel. Ja. Is dit een beetje de basis van de laatste weken, deze zegen, deze uitzegen? Ja, je voelt het wel een beetje aankomen. Ik denk dat we goede wedstrijden neer hebben gezet. Ik, nog steeds vind ik de zuurste altijd nog bij Excelsior, omdat ik daar vind dat daar veel meer in zat. Als je ziet hoe we dit vandaag doen, dan had dat daar ook gekund. Maar het is wel een stijgende lijn en dat voel je ook. Het is positief. Je komt net iets leuker naar de club als het wat beter gaat. Dus dit moeten we gewoon doorzetten. Ja, wat doet dat mentaal? Heel lang hebben jullie moeten wachten op die uitzegen. Eindelijk is die er. Ja, nou ja, je weet wel in onze situatie dat je meer uitwedstrijden verliest, maar dan wint. Alleen het moest wel een keer gebeuren omdat je die punten gewoon nodig hebt. En of je nou uit of thuis speelt, moet eigenlijk niet al te veel uitmaken. Alleen met zulke supporters vooral die wij op de Vijfberg hebben, is dat soms wel een groot verschil. Alleen vanavond waren ze er ook weer, zag ik. Kijk, uiteindelijk is het gewoon heel belangrijk dat wij nu die punten gaan halen. En dat heeft de trainer ook in de bespreking gezegd. Jongens, het is 5-12, het moet gaan gebeuren nu, ook in uitwedstrijden. En dat zag je denk ik wel. Hoe is dat voor jou? Je hebt een fase van veel kritiek gehad, maar nu ook 3 wedstrijden met Feyenoord uit, Utrecht en deze sterk gekiept. Ja, ik denk dat het ook voor mij fijn is. Ik denk als je profvoetballer bent en ik ben dan ook nog keeper, ja, dan ga je niet van je 18e wanneer stop ik, 38, ga je niet alleen maar een stijgende lijn beleven natuurlijk. Dus dat is ook gewoon, alleen dan is het de kunst om gewoon hard door te trainen en plezier te houden in wat je doet, denk ik. En meer heb je niet in hand. Maar was je zo cool? Heb je zo cool kunnen blijven in die fase? Nee, natuurlijk heb ik ook wel eens met de trainer gesproken en zei de trainer van, goh, hoe voel je? En zei ik wel van, ja, ik heb het gevoel dat alles erin vliegt op dit moment. En dat is als keeper natuurlijk niet lekker, maar... wat ik zeg, ja, nu, ik voel me hartstikke goed. Ik denk fris uit de windstop gekomen met z'n allen en dat proberen we door te zetten. Ja. Dan wat anders, jij was begin dit seizoen een beetje een grijze muis met dat grijze tenue. Nu keep je in het geel, vandaag in het rood. Ja. Maakt dat nog wat uit eigenlijk of niet? Ja, er is veel kritiek geweest op dat tenue. Ik zelf ook, ik wilde het absoluut niet aan. Alleen nu kan ik het zeggen dat we niet zo'n hele fijne deal hebben, vind ik, met de kleding. Dus dat ging gewoon niet goed. En ik moet toch iets aan. Maar na de winterstop is er gelukkig alle tenues op orde gekomen. En hebben we die grijze tot nu toe in de kast kunnen laten liggen. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. En ik ben blij met de nieuwe tenues. Ik bedoel, het schikt een beetje meer af, toch? Nu oogt het tenminste weer dat er echt een goede keeper staat. Ja, dat klopt. En dat voelt voor mezelf ook zo. Alleen, wat ik zeg, het is helaas niet dat ik zelf die keuze had. Maar ik snap wat je bedoelt.